bellen, mijn lieve vriend. Let op, Winston Gerstenovic. Ah, ik snap je link, hè? Ja. Je hebt overal pijn. Oh, ik heb overal pijn. Ik ben echt letterlijk een uur geleden geland uit Frankrijk, waar ik met 5000 andere Nederlanders de Alpe d'Huez heb beklommen. Even een applausje, hoor. Ja. Even een applausje. Ja. Ik heb een hele leuke vriendin. Oh. Ja, een hele leuke vriendin. En die heeft een kind. Oh. Brammetje. En die gaat natuurlijk naar school. Want die wil natuurlijk uiteindelijk net zo slim worden als jij, Winston. Dank je. Dus, en de juffrouw zegt tegen al die kinderen in de klas: nou, we hebben net de verkiezingen gehad. Natuurlijk allemaal belangrijk geweest. Het gaat onder andere ook over het milieu. We moeten energiezuinig zijn. En om dat een beetje bij te brengen, zijn jonge kinderen natuurlijk, wat de energie nou precies is. Ik noem bijvoorbeeld een dier. En waar die woont en wat die eet, om daar energie van te krijgen. Ik noem bijvoorbeeld de boomtor. Die woont in de boom en het is een tor en hij eet boomschors. Weet iemand anders voorbeeld? Ja hoor, en je Brammetje, die steekt zijn vinger op. Ja. Hij zegt nou, ik heb de vibrator. Oh. Vibrator? Dus die juffrouw die geneert, zegt ze, en speelt het spelletje maar een beetje mee. Nou, wat is dat dan, de vibrator? Ik weet niet precies waar die woont, zegt hij, maar volgens mijn moeder vreet die batterijen. Ach, maar dat komt toch niet?